vandaag dus de treftag rond gas. En de stad heeft gevraagd om inspraak te krijgen rond het hele gasdossier. De bedoeling is dat wij heel duidelijk gaan informeren over de toepassing van de gemeentelijke administratieve sancties in Gent. We willen vooral natuurlijk onze kritiek en onze bezorgdheden uiten op het gasbeleid, zowel nationaal als hier in Gent. We kunnen via boetes zorgen dat ze niet meer voor nachtlawaai zorgen enzovoort. En wij zijn ook tegenover dat natuurlijk als campagne, als organisatie. Maar ik denk dat de meest efficiënte manier is preventie, is een sociaal beleid gaan voeren. En repressie is vaak een doekje tegen het bloeden. Heel het maatschappelijk debat over de gasreglementering en de daaruit voortvloeiende boetes, die is natuurlijk een belangrijk debat. En een debat die voornamelijk ook veel jongeren bezig had, maar ook veel volwassenen, ziet je wel. En we hebben gezegd, kijk, we willen absoluut ons gasbeleid die we hadden voorgesteld, een keer aan het middenveld voorstellen en vooral in debat gaan met het middenveld van wat vindt men daarvan, welke dingen vindt men goed, welke dingen vindt men minder goed, hoe zouden we een aantal zaken moeten aanpakken. Dus dat was eigenlijk de bedoeling van vandaag. Het eerste punt dat we gezegd hebben, dat de communicatie is. De wet bepaalt, de wet zegt dat er de stad alles moet doen om op alle mogelijke manieren te communiceren wat er allemaal in dat gasreglement staat. Ik heb dat thuis vermeld en de burgemeester heeft daar heel positief op gereageerd van ja, geef ons maar input.